zijn van Radio Signaal. Jasper, we kijken uit naar jouw prestatie vandaag. Wat verwacht je er zelf van? Ja, een beetje een cliché antwoord denk ik. Hè. WK, Nationaal Kampioenschap, altijd een rare koers. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom minder ambities heb. Dus ik hoop er een mooie dag van te maken. Wat vind je van het parcours en waar verwacht je de ontknoping? Het parcours, ik vind het een beetje een moeilijke. Ik heb het nog niet gedaan, dus ik zal het wel zien. Maar op papier had ik eigenlijk toch gehoopt dat ze er iets mooier van hadden. Of ik denk dat ze er iets mooier hadden van kunnen maken. Maar als je straks wint, dan maakt het niet uit welk parcours het was natuurlijk. Vele mensen tippen op jou als podiumkandidaat, zelfs als winnaar. Wat verwacht je van andere ploegen, zoals Quickstep? Toch een te duchte kandidaat? Ja, sowieso. Ik denk dat er geen verrassingen zullen zijn. Quickstep is altijd sterk. Lotto Soudal, Alpecin heeft een groot aantal renners. En zeker met Tim Allier denk ik de sleutel in handen. Als het op een spurt aankomt, wat gebeurt er? Spurt met 2, spurt met 5, spurt met 20, 80, allemaal verschillend, dus dat zien we dan wel. Wat verwacht je zelf persoonlijk? Zoals ik zei, ik heb ambities, maar het is een BK, dus we moeten er ook nuchter in zijn natuurlijk. Dus ik ga er het beste van proberen te maken. Klein pronostiekje, 1, 2, 3? Kan me niet aan wagen. Okay, veel succes alvast, bedankt. Merci. Dankjewel.